En dan kom ik ook nog weer op het, zeg maar, de pak eronder. Het belangrijkste is denk ik nu dat hoofdje, hoor. Dit pakje, dat moet je dan... Ja, zoiets moet je natuurlijk naaien. Dit is ook op zo'n hand. Oh ja, dat is wel een belangrijke. Want zo houden wij onze hand. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dat had je nog niet verteld. Nou, wel op papier, maar nog niet nu. Dus hier gaat het hoofdje en de twee handjes. Dus dat is de pasvorm voor dit pak. Zo. En ik heb deze dus. Die kan je dan van mij gewoon kopen tegen de prijs die ik gewoon ook betaald heb. Dat is dan 10 euro. Het is direct wel een beetje, ja, maar het is niet t-shirt stof, hoor. Dit is een soort speciale stof daarvoor. Wim die zegt altijd t-shirt, maar het is in mijn ervaring nogal te rekbaar meer. Ja. En het wordt ook na verloop van tijd wordt het steeds langer. Dan moet je hem steeds weer vermaken. Maar dit rekt wel een beetje. En hier zit dus ook een pasvorm in met een duim en een pink. Maar het is zo algemeen eigenlijk. Ik heb ontdekt dat stretchbroeken dat heel goed zijn. Om stretchbroeken? Die stretchen wel, zeg maar, in de wijdte. Zeg maar, ja, ja. Dikkere benen, maar niet zozeer in de lengte. Ja, ja, ja. Dus dan kun je wel goed induwen en veren die vingertjes aan de zijkanten veren die kant op terug. Ja, dat is mooi. Want hier wil je een soort spanning uiteindelijk hebben. Tussen die dingen die je hier zet en die dingen die je hier zet. Hier wil je een soort spanning hebben. Zodat het hoofdje, als je dan je vingers naar beneden trekt. Dat je het hoofdje ook weer een beetje op zijn plek trekt. Is dat ook jouw ervaring? Ja, zoiets. Dat je even, ja, vind het handje goed kan. Ja, soms gaat hij een beetje los zitten. Als je dan kun je hem weer een beetje goed strak op je hand trekken. Dus ja, dit is zeg maar dat ik zeg. Dus er zitten aan alle kanten van die buisjes in. Oh ja, en dan... Dit is uit één stuk, maar het is wel aan te raden met twee stukken, twee materialen. Want dit wil je weer wat stugger, zodat dit een mooie tunnel is eigenlijk. Hier zit ook nog een touwtje in genaaid, zodat je in één keer erin kan met je arm. Dat zo blind en zonder enige moeite eigenlijk. Ik heb ze ook in twee delen inderdaad. Ik heb er wel meteen een hele grote broek aangenaaid. Dat is ook een, ja, want hierop, dit is de basis om allemaal dingen op te maken natuurlijk. Ja, ja, maar dat kan wel later op. Dan weer los over een lijfje heen, inderdaad. Kun je dat zo zien? Ja, ik denk dat je in het lijfje... Hier zit de camera. Ben ik die kant op? Ja, hier. Hier zit het lijfje. Zit erin. Het zit met een klittenband, zie ik nu. Oh, dat is nog voor extra... Ja, extra dat je in de pak zak. En je hebt nog Maar met die pakjes erop maken, dat moeten we nog een andere keer over hebben. Ja, dit is zeg maar de basisdingen allemaal, dat je het even gezien hebt. Deze nog belangrijk? Ja, uiteindelijk moet je hier ringetjes, ja, dat lijkt me allemaal later. Het zou gewoon heel fijn zijn als je al op de eerste bijeenkomst komt, dat je dan al iets hebt van, kijk, als je al zo'n bol hebt en zo'n stukje erin, dan kan je in ieder geval al iets doen. En dan heb je, zeker als je dan dit van mij nog... krijgt of leent of koopt, dan kan je al een beetje iets oefenen. Want we hebben maar 5 bijeenkomsten, hè, dus het moet in een krankzinnig tempo er doorheen allemaal. Kan jij ook komen op de eerste bijeenkomst even? Ja, dan laat ik deze nog een keertje zien. Hij is echt een hele goede poppenmaker, dus wel super fijn als hij ook even bij is, Erik. Is goed.